Ja, de recordmeister is wederom meester geworden in de Bundesliga. Bayern München pakt zijn 8e kampioenschap op rij. Ja, Sully, ik zeg saai. Jij zegt knap. Ja, knap. Ja, het is ook saai. En we hebben het er al heel vaak over gehad. En in het begin van het seizoen moesten we een voorspelling doen. Toen heb ik Bayern München als kampioen voorspeld. En gezegd dat de Bundesliga saai is, omdat Bayern München altijd kampioen wordt. Ja, en dat was toch niet zo'n saai seizoen toen Kovac het slecht deed? Nee, dat zie je wel vaker. Maar ik vind toch wel typisch Bayern München, echt bij de club passen, dat ze precies op tijd de juiste ingrepen doen. Nieuwe trainer, assistent naar voren geschoven. Een paar veranderingen. En je ziet weer een elftal dat bruist van de energie. Waar tactische intelligentie in zit. Waar toekomst in zit. En die ook nu wordt genoemd. Het is een raar seizoen. Maar als een van de kandidaten voor de Champions League. En Bayern München wordt altijd wel genoemd als titelkandidaat in de Champions League. Want er is, is al wel één club beter nu. Maar Liverpool is uitgeschakeld. En als je gaat kijken welke ploeg laat het meest verfijnde, verfrissende voetbal zien, dan kom je toch uit bij Bayern München. Het is saai, maar het is ook knap. Heel knap. Goed ingegrepen door het bestuur, door Kovac weg te sturen en de vruchten ervan geplukt. Wederom, want dat hebben ze vaker gedaan, hè? Ja, en je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Kovac is door Heunes binnengehaald van Frankfurt. Daar deed hij het goed. Alleen Kovac is heel koppig in zijn aanpak en in zijn kijk op voetbal ook. Dat pik je de spelers niet meer. En als de spelers jouw werkwijze niet meer pikken, dan ga je dat terugzien in het veld. En als je ook als coach dan nog eens het tactisch zo neerzet en je belangrijkste spelers op de bank zet, Thomas Müller is daar een voorbeeld van, ja, dan zie je een elftal dat uit elkaar valt. En het is heel vreemd dat de ene week zie je een elftal waar niets van klopt. Dan denk je, goh, ze lopen allemaal de andere kant op. En letterlijk een week later zie je een elftal waar ze allemaal dezelfde kant op lopen. Dan moet je ook wel bedenken, het ligt ook voor een deel aan diezelfde spelers. Ja. Want Alphonso Davies was al linksback, Kimmich stond al op het middenveld. Dus een deel was al door Kovac aangepast. Hij moest alleen vernieuwen. Alleen wat hij deed, hij wilde gaan vernieuwen door Thomas Müller op de bank te zetten. Maar je kunt ook vernieuwen, wat Hansi Flick heeft laten zien, met Müller in het veld. En dat betekent dat Niko Kovac als trainer nog het een en ander moet leren. Terwijl de assistent Hansi Flick, die jarenlang ook bij Leu assistent is geweest, niet als toptrainer wordt gezien, nu ineens een toptrainer is. Ja, dat is wel grappig. We gaan even een paar uitblinkers met jou bespreken van Bayern, want dat waren er nogal wat. We beginnen natuurlijk met Immer Müller, de assistkoning van de Bundesliga, afgeschreven door Joachim Leu. Eigenlijk een beetje afgeschreven ook door Flick misschien, of de voorganger van Flick, sorry, Kovac. Ja. 4 assists onder Kovac en meer dan 16 onder Flick. Ja. Dat is toch wel een groot verschil, hè? Ja, een groot verschil. Dat is niet uit te leggen, zo'n groot verschil. Bijzondere speler. Echt een Bayern-speler ook. Volgens mij noemen ze dat in Duitsland de Siegers willen, de winnaarsmentaliteit. En dat is niet omdat hij hard wil werken. Nee, dat is gewoon omdat hij heel graag wil winnen, op welke manier dan ook. En stiekem een veel betere voetballer is dan hij qua uiterlijk doet vermoeden. Ik heb wel verteld dat hij als een eend loopt. Ja. Als je ziet sprinten, de armen iets uit elkaar en dan kom je zo. Rare beentjes ook. Ja, en het ziet er misschien niet uit zoals Usain Bolt rent. Minder verfijnd. Maar het is wel ongelooflijk effectief als je ziet hoe hij bijna al zijn assists maar één balcontact nodig heeft. Tik. En de bal ligt goed voor Lewandowski of de bal ligt goed voor Gnabry of voor wie dan ook. Elke keer heeft hij, dat laat hij zien, dat hij maar één balcontact nodig heeft, de bal niet goed te leggen. Hij hoeft niet de situatie over te zien. Doordat hij het al heeft gezien, heeft hij maar één balcontact nodig. Terwijl spelers heel vaak eerst de bal moeten aannemen, kijken, oh ja, daar staat bij de tweede paal Lewandowski en dan schieten ze. Maar dan ben je eigenlijk al te laat, want dan heeft de verdediger door tijd gehad om Lewandowski in de gaten te krijgen. Spelintelligentie is dus erg hoog. Waardoor hij, spelintelligentie is hoog, waardoor hij het spel ongelooflijk versnelt, waardoor hij medespelers meer tijd geeft. Waardoor het er allemaal heel makkelijk uitziet, maar het begint ergens en dat is bij het inzicht van Müller. Dat is wel leuk om te kijken, om te zien. Wat als hij ook nog heel erg veel voetbaltalent had, wat dan? Ja, dan was hij Lionel Messi en Maradona bij elkaar geweest. Ja. Eigenlijk, voetbalkwaliteit van Dembele. Die kan voetballen, maar die heeft nul spelintelligentie in mijn inzicht. Ja, als Dembele de bal krijgt, dan begint hij aan een avontuur.
waarvan niemand weet waar het uit gaat komen. Dembele zelf niet, zijn trainers niet, tegenstanders niet, medespelers niet. Dus ja, het is een beetje, oké, Ousmane Dembele is begonnen aan een dribbel. Geweldige speler, daar niet van. Maar geen enkel overzicht. En als hij een bal goed voorgeeft, is het heel knap en is het goed gezien. Maar je bent daar niet zo zeker van. Terwijl bij Thomas Müller, en dat laat hij wel zien met al zijn assist, als je ze allemaal nakijkt, bijna elke bal, bijna elke assist, is het voorwerk ervoor geweest. Door gewoon een overzicht te hebben van de spelsituatie. Dat zie je ook een beetje terug bij Kimmich. Die heeft dat ook, die spelintelligentie. Zullen we doorgaan naar de volgende uitblinker in jouw ogen? Dat is natuurlijk Lewandowski, die bezig is aan zijn beste seizoen ooit bij Bayern. Ja, en dat hele loopbaan, terwijl hij in de 30 is momenteel. Ja, en kijk, en dat is ook weer hoe je ernaar kijkt. We kijken er nu naar een aantal doelpunten. Maar dat heeft ook ermee te maken dat er twee spelers zijn vertrokken. Robben en Ribéry. Tel je die doelpunten bij elkaar op, dan kom je op het aantal wat Lewandowski nu heeft. Hij heeft de doelpunten van Robben en Ribéry en de aandacht overgenomen. Dus er gaat iets meer via Lewandowski en iets minder via Robben, die natuurlijk ook met zijn kwaliteiten terecht ballen opeist. Ribéry die ook graag de bal wilde hebben. Dat zijn twee spelers die, als ze de bal ook hebben, ook voor hun eigen kans willen gaan. Graag naar binnen trekken. En Lewandowski stond daar dan soms bij en keken naar hoe Robben naar binnen kwam en die bal de kruising in joeg. Hetzelfde geldt voor Ribéry. Lewandowski was altijd optie nummer 2. Ja, en nu is hij nummer 1. En nu is hij in de hele aanval optie nummer 1. En Lewandowski, ja, die profiteert daarvan doordat hij nu nog meer scoort. Hij had nog veel meer kunnen scoren als Robben en Ribéry er misschien niet waren. Ja, en ik heb je die theorie uitgelegd natuurlijk buiten beeld. Van, ja, je moet af en toe je planten snoeien. Hè, takken eraf. Nou, die Robben en Ribéry die zijn er afgesnoeid. En dan krijg je een misschien mooiere, grotere plant voor terug. Maar op een andere manier. En dat zie je nu terug bij Bayern München. Bayern München is als elftal completer dan de afgelopen 2-3 jaar. En daarom nu ook kansrijk voor de Champions League. En hij profiteert ervan doordat hij nu met muren om zich heen loopt. Die hem echt voedt. Die eerst kijkt, oh, waar staat Lewandowski? Terwijl Robben eerst keek, waar ligt voor mij de opening om naar binnen te komen? Ik aan zijn linkerbeen. Precies. En Ribéry had hetzelfde. En nu is het elftal meer ingericht als team. Kimmich ook. Die kijkt ook altijd om zich heen. Die scant zijn omgeving. Goretzka is heel goed in het aansluiten bij Lewandowski. Waardoor de tegenstander ook moet nadenken over, Goretzka gaat aansluiten. Dus voor hem als spits, ja, is er meer tijd en ruimte. En zie je ook meteen terug in zijn aantallen. Hij is nog meer gaan scoren. Ja, fantastisch heeft hij het gedaan. Deze jongeman ook heel erg spelintelligent. Ja. Verlengstuk van de trainer, kan rechtsback spelen, linksback, centraal middenveld. Echt speel in het elftal. Centraal in de defensie, kan hij ook. Ook. Ja. Joshua Kimmich hebben we het over. Joshua Kimmich, de verdedigende middenvelder, nu naast Goretzka of Thiago. Ja, hele intelligente jongen. En Rummenigge heeft over hem gezegd, hij wordt zeker op lange termijn de aanvoerder van deze ploeg. En dan gaat die club ook naar buiten toe uitdragen. Het is een jongen die intern, ondanks zijn leeftijd, want het is natuurlijk nog een jonge jongen, wel zich laat gelden. Hij komt op voor zijn ploeggenoten, hij komt op voor zichzelf, voor de club. Slaat met zijn vuist op tafel, ondanks dat hij nog jeugdig is. En betaalt dat terug. Iemand die ook keihard traint, hè, met een privé-trainer, ook naast de normale trainingen om het lijf helemaal fit te krijgen voor dat voetbal. En hij was ook een keer geblesseerd in de aanloop naar een belangrijke Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. Kon hij eigenlijk niet spelen. En Guardiola had min of meer al gedacht van, nou, die kan niet spelen. Of het was Joep Heynckes, dat kan ook nog als trainer. Dit wordt moeilijk. Maar toen heeft hij zich toch met de hulp van een privé-trainer heeft hij zich fit gekregen voor die wedstrijd. Dus scoorde hij ook tegen Real Madrid, uit en thuis. Dat zegt wel iets over hoe hij met het elftal bezig is en hoe graag hij wil winnen. En het zal mij ook helemaal niet verbazen als hij de aanvoerder wordt van Bayern München. Logisch, toch? Ja, heel logisch. Ook een Duitse jongen, belangrijk international, jonge jongen nog en speel van het elftal, een brein van het elftal. Hele goede trap ook. Ja, een goede trap ook, ja. Ja. Complete speler. Dit is natuurlijk een aanstormend talent. Door Kovac inderdaad linksback zet, eigenlijk een linksbuiten, Alfonso Davies. Roadrunner, miep miep. Ja. Mega snel.
Maar wat heeft die een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt dit jaar, hè, bij Bayern? Ja. Ja, je ziet wel vaker dat aanvallers op backposities terechtkomen. En dan ineens Sinkgraven, hè? Daley Sinkgraven en ineens een wereldster. Nou, is het voor Daley Sinkgraven geldt het nog niet. Maar er zijn wel meerdere voorbeelden van. Alexander Arnold bijvoorbeeld, die op zijn manier zich bij Liverpool manifesteert aan de rechterkant. Wan-Bissaka was vroeger ook een buitenspeler. Wan-Bissaka was een spits, middelmatige aanvaller. Doordat hij op Zaha kwam te staan, ze dachten, training, goh, ja. Wat een beest is dat. Die is heel goed in de 1-tegen-1 situaties. Nou, dat is hij natuurlijk ook, Alfonso Davies, als aanvaller eigenlijk gehaald. Groot talent vooral uit Canada, die in de MLS speelde op zijn 16e al. En daar zag je wel een aantal dingen. Ongelooflijke snelheid, zelfvertrouwen aan de bal, scoorde makkelijk ook. Maar vooral kwaliteit, iemand die heel goed kan voetballen. En hij heeft nu is nu in een perfect lopend elftal terechtgekomen als linksback. Wordt gesteund door het elftal ook met Kimmich die hem helpt in het veld, Alaba die hem helpt. Hij heeft ongelooflijk veel ruimte voor zich. Omdat Bayern München natuurlijk dat speciaal voor hem schept, die aan de linkerkant. Dus hij kan ook naar hartelust aanvallen. En je ziet ook dat hij aan de bal, met zijn verleden als aanvaller, ook heel makkelijk en vol zelfvertrouwen manoeuvreert. Dus hij is ook nog eens aanvallend een wapen. En defensief, daar hebben we het al over gehad. Hij kan ook heel ver stellen met zijn snelheid. Gaat een van de beste linksbacks van de wereld worden, denk jij? Als je naar dit seizoen kijkt, is het al misschien de beste linksback van dit seizoen? Ja, hij heeft wel. Ja, hij hoort al bij de beste drie. Als je bij Bayern München in de basis staat en je op deze manier je laat zien. Er zijn niet heel veel linkervleugelverdedigers die nu meer opvallen. Je kunt aan Robertson denken, die natuurlijk ook op zijn manier heel goed is. Maar Davies is beter. En nog heel jong. Hè. Het is eigenlijk een talent dat net komt kijken en die met invalbeurten het mag laten zien. Als aanvaller is het sowieso moeilijker om door te breken dan als verdediger. Maar het is een ideale positie linksback bij Bayern München om vlieguren op te doen. Alleen hij heeft dat zo snel opgepikt dat hij nu al wereldklasse is. Oké, en dan nog, Sully, Hansi Flick. Is dit het kampioenschap van Hansi Flick misschien wel? Ja, het is het kampioenschap van Bayern als club, als voorbeeldclub. Hoe je moet handelen in een situatie dat het sportief slecht gaat. Bayern München zakt af naar plek 6, 7. Misschien wordt Leipzig kampioen, Dortmund doet het goed. En dan ingrijpen, Nico Kovac eruit, Hansi Flick erin als tussenoplossing. Maar hij blijkt zo goed in de groep te liggen. En hij blijkt het elftal zodanig snel op de rit te hebben gekregen. Met een aantal kleine aanpassingen. 20, 30 meter naar voren toe. Druk zetten op de manier wat Liverpool ook doet. Dus druk op de bal zetten. En hij heeft het een beetje afgekeken bij Klopp ook. Hè. En bij Guardiola natuurlijk. En dat elftal heeft al een bepaalde basis. Want heel veel jongens die in het elftal zitten. Boateng, Neuer, Kimmich, Thiago, Lewandowski. Hebben allemaal met Guardiola te maken gehad. En die liet het Bayern München op een bepaalde manier voetballen. Heel agressief op de bal, naar voren toe, op de helft van de tegenstander. En dat zie je dit Bayern München ook doen. Terwijl bij Kovac toch een beetje angstig was. Dat helemaal niet bij Bayern München paste. Waardoor ze heel kwetsbaar werden en heel veel doelpunten tegenkregen. En ook heel veel kansen weggaven. Terwijl Bayern München met een keeper als Neuer ver naar voren moet spelen. En Neuer eigenlijk als een soort elfde veldspeler dient. En dat heeft hij er wel weer ingebracht. En het is ook wel mooi dat het natuurlijk werkt met Alaba als linkercentrale verdediger. Want als je ziet, Niklas Süle is bijvoorbeeld weggevallen met een blessure. Was basisspeler. Ja. En de belangrijkste verdediger achterin, die valt weg. Dat is toch iets waar je als team mee moet dealen. En dat heeft hij goed gedaan. Pavard, Hernandez. Ja, Hernandez die is binnengehaald voor heel veel geld. Recordaankoop. Ja. Geblesseerd ook. Nu teruggekomen. Alleen het loopt nu zo goed met Alaba en Davies aan die linkerkant. Dat Lucas Hernandez een soort luxe knecht is geworden. Nou, voor dat geld. Dus ik denk dat Alfonso Davies zijn ontwikkeling was niet verwacht. Dat is ook als trainer mooi meegenomen. Maar hij heeft wel Bayern München weer Champions League waardig gemaakt. En modern en hip. Het is nu leuk om naar Bayern München te kijken. Het was een beetje, Bayern München speelt zijn wedstrijden en er gebeurt weinig. En nu kijk je uit naar een aantal zaken. Je kijkt uit naar Thomas Müller. Om te zien
welke ploeggenoten hij nou weer ziet staan. Terwijl de rest nog aan het bedenken is wat er gaat gebeuren. En Davies onder andere, natuurlijk Robert Lewandowski. Na Ronaldo en Messi, de meest complete spits. Want ja, die twee zijn natuurlijk wel bovenaards. Alleen Lewandowski heeft dit seizoen een zodanig goed seizoen. Dus mocht in augustus die Champions League hervat worden zonder publiek en Bayern München een per ongeluk winnen, dan zouden we zomaar aan het eind van het jaar iemand met een gouden bal in handen kunnen staan in Bayern shirt. Zo, dat zou wat zijn. Maar Robert Lewandowski zou wel een mooie eerbetoon zijn voor zijn hele loopbaan ook. Zeker. Maar ja, goed, Bayern München kampioen. Hansi flikt het gewoon, hè? Hansi flikt het gewoon. Leuke woordgrap. Je houden erin. Ja, toch wel? Ja. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken en tjus.